And now, he is 30 years of age. From a Giro gym, Amsterdam, his coach is André Mannaert. 192 tall by a weight of 103 kilo. Nearly 80 fights on his record and more than 50 KOs. 12 losses and only one draw. His first sport was Taekwondo. Chris Dolman brought him in 1993 from the first time to Japan. The two times heavyweight champion of the world and the three times K1 champion of the King of Kings, ladies and gentlemen, I want to hear you for Peter the Lumberjack. En deze man heeft het allemaal al meegemaakt. De entree van Aert is geweldig, perfect en zeer warm en een fenomenaal onthaal natuurlijk voor hem. Stuart Green, wat weten we van hem? Niet zo bijster veel. Hij is WKA wereldkampioen zwaar en super heavyweight. Maar in Nederland nooit gevochten, misschien gaat hij dat nu hier demonstreren. Stuart Green uit Groot-Brittannië. En die scheidsrechter deze partij, Michael Zal Robertson. Willen laten zien uiteraard hier
in de backyard van Peter Aerts dat hij niet voor niks de WKA wereldkampioen is. Aerts, drievoudig winnaar van de K1. Een legende nu reeds. Veel problemen gehad met zijn rug. Vorig jaar daar helemaal overheen. Nu dan hier in Arnhem, in Nederland. Voor het eerst sinds lange tijd weer. Peter Aerts in het rood. Stuart Green, de Brit in het zwart. Green's handen vrij ver naar voren. Schot makkelijk. De eerste beenveeg van Peter Aerts. En de low kicks. Dichtbij zal Aerts in die clinch beter kunnen functioneren, lijkt mij. Aerts drummen een jab. Dichtbij is Aerts natuurlijk handiger in die clinch, zeer zeker. De schoppen van Green. Lijkt een achtergrond te hebben in het full contact karate. Dat soort dingen, maar hij schopt makkelijk. Dat zal toch in ieder geval iets moeten betekenen. Maar de low kicks van Aerts, de eerste leverstoot. En de knie, daar gaat hij al, daar gaat hij al. De knie was raak, de tweede ook. Einde verhaal, Stuart Green, Peter Aerts op knock-out in ronde 1. Liep op een knie op zijn lichaam. Kreeg de knie overeen terwijl die viel. En toen was het doek gevallen voor onze vriend Green. De Dutch Lumberjack is back. Sinds lange tijd weer voor het eerst in Nederland. Deze Peter Aerts en ook hier op fenomenale, magistrale wijze weet hij zijn namen van de Lumberjack buiten te maken. Kijk wat er gebeurt hier. Daar de stoot dan, die knie die komt in het lichaam, vol op zijn lever. Gaat niet een keer overheen. Maar die was eigenlijk niet meer noodzakelijk, want hij was al uit. Winnaar door KO in ronde 1, zonder enig probleem. Peter de Lumberjack Aerts. En hij is terug. En hoe? Voor de prijsuitreiking. En dames en heren, was het een mooi doorgaan of niet? En daar staat hij dan, Stuart Green. Happy to be here. Maar dat was het eigenlijk. Hij kwam, hij zag en hij ging hier. Hier naartoe, naar de ring. En daar staan ze, dames en heren. Sjanne Hasselaar, Daan en de King. Onze twee kanjes die dit toernooi hebben neergezet. Fighters, please in the center of the ring. Peter en de Stuart Green. Stuart. Ze hoorden hier niks. To the center of the ring, please. And ladies and gentlemen, the winner by way of KO, Peter Aerts. En het einde van een prachtige avond. Muay Thai, kickboksen. K1, kickboksen kan ik beter zeggen. Op een fenomenale wijze wist Aerts de avond te sluiten met een knock-out in de ronde 1. Dames en heren, even hier die waardering K1 voor de mannen. Daar staat hij. Peter werd gewonnen door Gerald Venetiaan. En dat besluit deze aflevering van dit fenomenale vechtsportgala. Hopelijk volgen er meer, maar vanavond een aantal mensen heel erg blij. Waaronder Peter Aerts, die zijn comeback maakt hier in Nederland. Koud de ronde 1. En natuurlijk Gerald Venetiaan, die als glorieuze winnaar van de K1 naar huis ging. Mijn opa is doodgegaan. Maar dit jaar ben ik terug. Mijn lichaam is weer goed. En volgende maand die Panzer is beter. He's back, the Dutch Lumberjack, Peter Aerts. Maar, may I hear also your appreciation, ladies and gentlemen, for another great fighter. All the way from Great Britain, Mr. Stuart Awesome Green.
Dames en heren, mag ik nog één keer een applaus voor die promotors van vanavond. En de Saansie, Daan Enneke, Michel Hasselaar en natuurlijk ook onze grote man daar. Ja, maar jullie groot applaus, Koen Schardenberg natuurlijk, voor deze drie heren. Zij hebben dit allemaal waargemaakt. En dat is